We gaan praten over het nieuws van de dag, of in dit geval het nieuws van 5 weken geleden. Want de Raad voor de Rechtspraak is kritisch over de mogelijke uitbreiding van het coronatoegangsbewijs op de werkvloer en over 2G-beleid in het algemeen. Advies daarvoor dateert van 17 november, maar demissionair minister De Jonge die stuurde het pas 2 dagen voor kerst naar de Kamer. Volgens de Raad is onduidelijk wanneer de actuele epidemiologische en maatschappelijke omstandigheden een noodzaak creëren voor de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs. OMT-lid Mark Bonte die zei bij Op1 dat de invoering van 2G eigenlijk niet zozeer een maatregel is, maar meer een controlemechanisme. Als we straks weer een hele lage, veel lagere besmettingsgraad hebben, de samenleving weer kunnen openen en dan toch zeg maar een vinger aan de pols houden om het aantal besmettingen op de plekken waar de risico's het grootst zijn te verminderen. Ja, Mark Bonte die zegt dus het is eigenlijk geen maatregel, maar ja, we kunnen daarmee wat beter dingen in de gaten houden. Pieter, als we gaan zeggen, nou, mensen die niet geprikt zijn of niet genezen zijn, maar die alleen willen testen, die zijn niet meer welkom. Dat is dan toch eigenlijk, dat voelt toch wel als een maatregel. Je gaat dan hele groepen uitsluiten van cultuur of horeca of you name it. Zeker, en dat is behoorlijk fundamenteel. Dus ik ben blij dat hier een orgaan met gewicht vraagtekens zet bij de proportionaliteit ervan. En ik vind het echt te bizar voor woorden dat er gewoon bewust natuurlijk is gekozen om deze informatie, wetende dat dat debat over die uitbreiding van die coronapassen later zou plaatsvinden in de Tweede Kamer, gewoon achter is gehouden. Ik vind dat echt zo triest weer. Wat zegt het jou? Dat Hugo de Jonge dan bang is voor de reacties daarop of zo? Of wat? Ja, blijkbaar dat er dus dat Hugo de Jonge niet zelf voldoende in staat is, of het ministerie van VWS, om zo'n uitbreiding van corona-toegangsbewijs voldoende te beargumenteren richting de Tweede Kamer. En dat zij dus blijkbaar niet voldoende een weerlegging hebben op onafhankelijke kritiek hierop met gewicht. Ja. Laat heel erg zien dat die nieuwe transparante bestuurscultuur echt nog heel ver weg is. Ja, die raad zegt ook, ik las het net al voor uit de tekst, wanneer is de epidemiologische situatie zodanig dat een dergelijke beperking van grondrechten niet meer proportioneel is? Dus ook wanneer moet je het in gaan voeren, wanneer moet je het ook weer af gaan voeren? Piet zou inderdaad in een soort duidelijke Jip en Janneke taal duidelijk moeten zijn, in deze situatie gaan we deze maatregel invoeren. En in deze situatie, dan kunnen we meer afschaffen. Of is dat weer te makkelijk gedacht en is het werkelijke leven daarvoor te complex? Nou, het zou inderdaad in Jip en Janneke taal beargumenteerd moeten worden. Wat mij opvalt is dat het überhaupt nog niet beargumenteerd is. Dus als je kijkt naar wat die Raad voor de Rechtspraak zegt, ja, die stellen gewoon hele fundamentele vragen die nog niet beantwoord zijn. Die zeggen worden werknemers ontslagen als ze die coronapas niet kunnen laten zien? Nou, daar is nog geen antwoord op. Raad voor de Rechtspraak zegt, moeten werkgevers dan werknemers doorbetalen als ze niet kunnen werken omdat ze geen coronapas hebben? Hele fundamentele vraag, is nog niet beantwoord. Dat is informatievoorziening die volgens mij gewoon erbij zou moeten voegen als je zo'n voorstel doet, in plaats van dat je even een proefballonnetje laat opgaan. Ja, en je kan dat soort beslissingen ook niet aan werkgevers overlaten, want het wordt natuurlijk een grote puinhoop. Zeker niet, en dat geven werkgevers zelf ook aan. Werkgevers en vakbonden zijn best wel duidelijk hierover. Die zien dit niet zitten, die coronapas op de. We hebben hier Van Biesheuvel in het programma gehad, ook 2 weken geleden. Die zei ook, wij zien dat als ondernemers gewoon niet zitten, want er wordt wij krijgen een taak toebedeeld die wij niet kunnen uitvoeren. Nou, dat zijn hele stevige signalen uit de samenleving waar je volgens mij naar moet luisteren. Ja, het College voor de Rechten van de Mens heeft ook al, dat is bij eigenlijk een soort van soortgelijk advies gegeven. Dat was ook een paar weken geleden, misschien wel gelijktijdig, maar dat kwam wel zelf naar buiten. Ik zag Pieter Omtzigt, die had al gereageerd, en die had natuurlijk ook over de nieuwe bestuurscultuur, enzovoorts, enzovoorts. Moet de Kamer hier niet ook aan zijn eigen informatiepositie werken? Want zo'n advies wordt dan gestuurd naar het kabinet, maar waarom sturen ze niet eigenlijk een cc'tje naar die 150 Kamerleden? Ja, dat is raar, omdat dat orgaan ook ooit is opgericht om zowel richting het kabinet als richting Kamerleden advies uit te brengen. Dus ik snap ook niet helemaal hoe dat is gegaan bij zo'n orgaan dat ze zo'n advies hebben gestuurd, opgeleverd aan het kabinet, dat, laten we zeggen, wetende dat dat debat eraan kwam, zien aankomen bij Kamerleden, dat er niet een belletje is gaan rinkelen met, misschien moeten we toch even wat druk zetten, of zelf inderdaad even via een cc'tje die Kamerleden benaderen. Ja, maar duidelijk is wel dat deze wetgeving totaal nog niet klaar is voor de realiteit. Aan de andere kant, die jongen kan er natuurlijk zijn voordeel mee doen en het gaan aanpassen zodat het wel allemaal in orde is, maar het is wel tamelijk besmet al voordat het überhaupt besproken gaat worden. Ja, ik denk dat de jongeren over een paar dagen niet
meer zit. Dus dat is aan een opvolger dan. Ja, wie zou dat kunnen zijn? Ja, geen idee. Ja, minister Kuipers, we gaan het zien. We gaan nog even naar onze zuiderburen. Naar de Raad van State in België. Zij hebben namelijk gisteren besloten dat de deuren van de cultuursector weer open moeten. Nadat die afgelopen week werden dichtgegooid vanwege een lockdown daar. Ik zag al dat allerlei eindejaarsvoorstellingen vanavond alweer doorgaan. En dat ze mensen in allerhaast gaan opbellen van ja, je kaartje is toch nog geldig, kom toch maar wel. Piet, de Belgische Raad van State, die oordeelde dat het sluiten van de cultuursector buiten proporties is. En dus mogen mensen nu weer met maximaal 200 man naar de bioscoop en het theater. Goeie zaak dat zo'n dat hoogste rechter daar, dat hij ook de overheid dan op de staart trapt en dat dat ook direct gevolg heeft. Dat wordt ook wel een beetje onduidelijk als je een Belg bent, of als dit bij Nederland zou gebeuren, een Nederlander bent en de ene dag zegt Rutte dit en een paar dagen later zegt een of andere rechter dat. En het wordt wel een beetje een puinhoopje dan toch? Ja, maar je ziet er wel in heel Europa, hè, dat er in alle haast worden maatregelen genomen en dan hebben we toch nog een rechtspraak die dat af en toe recht kan zetten. Moeten daar heel blij mee zijn, denk ik. Ja, procedure berust op de vraag waaruit eigenlijk opgemaakt zou kunnen worden waarom het bezoeken van culturele voorstellingen bijzonder gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid. Nou, ik zei al, dit gaat natuurlijk over de Belgische situatie, die kennen wij allemaal niet zo goed, maar zou het goed zijn inderdaad, ja, we zitten nu eigenlijk al aan best wel gedwee, zo van tot 14 januari een beetje met de vingers op de tafel te trommelen van la la la, lockdown, nou, we wachten we af. Zou het goed zijn als, Piet, als andere sectoren ook wat verder erin gingen en lekker weer naar de rechter toe allemaal, lekker de rechtspraak overbelasten met allemaal kort gedingen, succes ermee. Nou, Dat is ook geen mooi scenario, maar goed, ja, net als 2G op de werkvloer is eigenlijk dezelfde discussie. Het laat zien dat beleidsmakers moeten beargumenteren waarom beleid gemaakt wordt. En als dat niet goed beargumenteerd wordt, ja, dan moeten ze het overdoen. Ja. Lijkt me een heel gezond mechanisme. Ja, ja, maar Rutte zegt dan, we kunnen niet al die maatregelen er los uittillen en daarvan precies al hun effecten wegen. Dat kan niet, het is gewoon een totaalpakket en dat moet het R-getal omlaag brengen. Succes ermee. Ja, ik snap dat ook. En vanuit die positie moeten ze alles doen om het R-getal omlaag te brengen. En daar hoort ook bij dat je soms teruggefloten wordt. Ja. Pieter, zou jij het aanmoedigen om... ik geloof, als ik even kijk naar het onderwijs. Er is nog 3 januari is daar een belangrijke datum in. Dan gaan we horen van de kerstvakantie gaat de toko, kan het weer open of niet. De scholen in Amsterdam hebben al gezegd, we gaan gewoon open. Zou daar misschien nog een juridisch pad te begaan zijn? Ook ja, dat is een goede vraag. Adviseur van de VO-raad. Dat weet ik niet. Wat adviseer je de VO-raad? Nou, ik adviseer in ieder geval de mensheid om te geloven in de democratische rechtsstaat die we hebben hier in Nederland. En dat betekent dat het iedereen vrij staat en iedereen ook gebruik zou moeten maken van de mogelijkheid om het eventuele recht te halen bij een rechter. En dat recht, dat komt gewoon voort uit natuurlijk ook wet- en regelgeving vanuit die politiek. Dus als blijkbaar een rechter in België zegt, ja, die wet- en regelgeving die maakt dat ik andere keuzes maak dan de politiek nu doet. Voor mij is dat alleen maar prima en goed en houdt dat die verschillende machten scherp. En zou ik dus alleen maar aanmoedigen, ook om de politiek inderdaad beter een verhaal rondom coronabeleid te laten creëren, dat mensen hun recht halen. En ik hoop natuurlijk van harte dat het onderwijs weer open gaat, hoewel ik niet zelf de voldoende middelen heb om een advocaat in te huren. Nee, maar de VO-raad wel, joh. Ja, mogelijk.